De COVID-19-cijfers zijn niet gemanipuleerd. Dit verzekert Ingrid Krishnadat, hoofd van het COVID-19-managementteam, gisteren tijdens de COVID-19-persconferentie van de overheid in de congreshal. Ze zeggen dat het managementteam ook graag zou hebben dat de cijfers lager waren. Want ook het team wil genieten van de feestdagen, zegt Krishnadat. Echter is dat met de huidige COVID-situatie niet mogelijk. Te weten of ze niet gemanipuleerd zijn, hoeft u alleen maar om u heen te kijken. We kunnen echt geen cijfers manipuleren van Engeland. We kunnen echt geen cijfers manipuleren van Nederland. We kunnen echt geen cijfers manipuleren van Frans-Guyana. We kunnen ook geen cijfers manipuleren van nergens op de wereld. Dus ik weet niet waarom mensen denken dat alleen hier er niks gaat gebeuren. Terwijl mensen van overal komen en op straat lopen en van alles en nog wat doen. Het is gewoon de wereld en het is gewoon duidelijk dat die transmissie aanwezig is. Dus in principe, het is gewoon een spiegel, die cijfers zijn een spiegel van het gedrag van de Surinamer, van het contact dat we hebben met mensen die besmet zijn. En die mensen zijn dus ook hier aanwezig gekomen. Ze zijn. En ze waren er al, want we hadden al COVID in Suriname. Krishnadat geeft verder aan dat de hotzones in Paramaribo Noord en Uitvlucht zijn. De koude zones die geïdentificeerd zijn, komen voor in de zuidelijke resorten van Paramaribo, zoals Abrabroki en Latour. De koude zones geven aan dat er in die gebieden minder gevallen zijn gedetecteerd. Maar als je denkt aan hotzone en koude zone, het virus is niet geplakt aan de stenen van de straat, het is aan mensen. Dus mensen gaan overal, ze gaan van links naar rechts. Dus niet omdat het in een buurt is, moet je denken dat die buurt het heeft. Het kan overal zijn en mensen komen van overal. En de afstanden zijn echt niet zo groot in Suriname. Dat was Ingrid Krishnadat, hoofd van het COVID-19 management team. Ze sprak gisteren in de congreshal tijdens de COVID-19 persconferentie van de overheid.